Welkom bij een nieuwe aflevering van Compleet Denkers, met als gast privacy specialist professor, dokter in de rechten Paul de Hert. Voor het beginnen zou ik graag willen vragen om deze aflevering zeker een like te geven als u deze goed vindt en deze ook te delen met uw omgeving. Op onze website www.compleetdenkers.be vindt u ook steeds de juiste link naar het juiste platform en kanaal waar u de aflevering kan bekijken. We zouden jullie ook willen bedanken voor de vele steun die we de laatste maanden van jullie mochten ontvangen. Dankzij jullie kunnen we elke week nieuwe afleveringen blijven brengen. Dan de inleiding van onze gast van vandaag. Paul de Hert studeerde wijsbegeerte en rechten aan de VUB en godsdienstwetenschappen aan de KU Leuven. Hij is hoogleraar recht aan de faculteit rechtsgeleerdheid en criminologie van de VUB, directeur van de onderzoeksgroep Grondrechten en Constitutionalisme en senior lid van de onderzoeksgroep Recht, Wetenschap, Technologie en Samenleving. Als hoofddocent is hij verbonden aan de Universiteit van Tilburg en hij schrijft over rechtsbescherming, vrijheden en grondslagen van het recht. Naast zijn aanstelling bij de VB Brussel en de Universiteit Tilburg is hij ook voorzitter van de onderzoeksgroep Mensrechten en lid van de onderzoeksgroep Law, Science, Technology, Studies aan de VB. Brussel. Dat was een hele boterham. Uh, welkom, Paul. Was het allemaal ongeveer correct? Ja, uh, ik... <laughs> ik zie u al een beetje lachen, dus. Wel, ik denk het. Oké, okay, dat is al ja. een, goede, een goede start. Uh, ik heb de laatste dagen een aantal zaken van, van, van u gelezen om mij een beetje voor te bereiden. Uh, je schrijft enorm veel en, en daarnet hoorde ik ook een beetje van uw frustratie dat je soms te veel schrijft en dat er te weinig gepubliceerd wordt. Uh, heb ik dat goed begrepen? Of, uh... Ja, ja, het is... Ja. Uh, die pandemie... Um, allez, je noemde mij een privacy specialist, maar die pandemie uh, heeft alle domeinen van het recht en, uh, en alle domeinen van de samenleving op een of andere manier geraakt. Ja. Dus ik heb sinds die, uh, uh, die pandemie een dubbele shift. Ik doe mijn normaal werk, dat is eigenlijk privacy. Maar ik volg al die... Uh, Pandemie conflictpunten op en dan zit je soms bij de grondrechten, bij het sociaal recht, bij het grondwettelijk recht, bij het Europees recht, daar heb ik juist iets over geschreven, uh, bij het medisch recht. En, um, en het is uh, elke keer toch een enorme tour de force om, om um, niet alleen om je in te lezen en een oordeel te vormen, maar ook om daarover te schrijven en dan door die klassieke wetenschappelijke procedure te geraken van peer review enzovoort. En daar en zeker als er wat emotie bij zit, hè, dan, uh, dan wordt het moeilijk. En, en het is heel moeilijk geweest als mens om die emotie helemaal weg te filteren uit, uh, uit het werk. Uh, in het bijzonder ook als je wat kritischer bent, want aan de andere kant volstond het om te zeggen er zijn heel veel mensen gestorven. En dan was de emotionele toon gezet die dan doorgalmde door de rest van het stuk. Terwijl in mijn geval werd er bij elke uitspraak uh, een voetnoot gevraagd. Dus ik heb. Uh, uh, en die kan ik ook niet altijd geven. Hm. Het is, uh, dat heeft te maken met levensovertuigingen, waar ik straks iets over wil zeggen. Maar dus, uh, het was niet gemakkelijk. En ik heb dan ook vrede genomen bij, uh, bij de productiviteit die ik had. En uh, een aantal van mijn wijze oude vrienden vinden dat fantastisch. Schrijven zonder gepubliceerd te willen worden. En, uh, nu, ik probeer natuurlijk wel relevant te blijven. We hebben ook met Lieve Annemans en een grote groep wetenschappers een kleine... Prachtige website, uh, controversatie waar we uh, stukken op plaatsen, die we dan onderling double peer reviewen, zal ik zeggen, maar niet anonymous, maar waar we toch proberen te zorgen voor een, een steekhoudende wetenschappelijk verantwoorde argumentatie in verschillende domeinen. En um, daar ben ik blij mee. Dus uh, mijn frustratie is beperkt, maar ik zie meer dan dat ik kan analyseren. Ja. En, en vanwaar de motivatie om zoveel te, te schrijven? Had ze dat vroeger ook al, ja. pre-corona, op die manier? Wel, ik geloof dat het rechtssysteem een mooie uh, aanvulling is op andere systemen. Ethiek is een systeem, politiek is een systeem, uh, geweld is een systeem. Uh, en als jurist is het evident dat ik me met dat rechtssysteem bezighoud. En dus ik ben dan ook onder de eerste lockdowns begonnen na te denken over de grondwet en de uitzonderingstoestand, l'état d'exception. Uh, en dan bij de eerste ontslagen wegens niet-vaccinatie over sociaal recht, en, en bij de ruk naar een 1G-beleid in Oostenrijk over het vrij verkeer van, van personen binnen Europa. En vaak omdat de collega's het niet doen. En, dat is, uh, en dus dat rechtssysteem en, en de rechtsbeoefening, de rechtswetenschappen, natuurlijk, uh, zijn even vruchtbaar en, en dynamisch als de mensen die het beoefenen. En dat is uh, doorgaans goed. Je hebt echt domeinen waar heel veel mensen op publiceren, overpublishing. Het internationaal strafrecht is bijvoorbeeld zo. Elk uh, arrest van, uh, van het Europees Hof krijgt doorgaans veel aandacht, het Europees Hof van Justitie. Dus je hebt een, een leger mensen die daar graag over schrijven. Maar in die pandemie heb ik toch vele thema's gezien, juridisch relevant, die waarover weinig geschreven werd. En een van mijn frustraties is. Uh, is onder meer dat 1G-beleid. Dus, uh, dat, dat, dat groeit dan heel kalmpjes aan. Hè, dus uh, Oostenrijk uh, is een rechtssysteem, dus een heel een autoritair anti-Covid-beleid, anti-Covid-critisch beleid, wordt dan, werd dan gemakkelijk uh, toegewezen aan een rechtse drang naar excessen, Terwijl... Uh, een anti-covid-critisch beleid ook in andere landen aan te duiden was, waaronder Italië met groene, met links enzovoort. Dus dat zit allemaal veel complexer. Maar dus inderdaad, Oostenrijk heeft als een van de eerste de grenzen dichtgegooid voor niet-gevaccineerden, terwijl uh, een jaar geleden de 3G scholden, gelijke rechten voor de gevaccineerden, de, uh, de herstellenden en de uh, mensen die getest waren. En dan ga ik op zoek, hoe komt dat? Hoe komt dat dat Europa de, uh, dat vrij verkeer van, uh, en gelijkwaardig vrij verkeer van binnen de binnengrenzen plots uh, vergeet, en, en daardoor Oostenrijk uh, soeverein kan beslissen om Europeanen die niet gevaccineerd zijn, tegen dat houden? Waar staat dat en hoe mag dat? En dan, en dan begin ik maanden te ploegen op het Europees recht en op uh, het recht op mobiliteit enzovoort. En dan, Schrijf je met veel emotie, een kwaad stuk eigenlijk, en dan is het de kunst om, om die, die emotie eruit te halen. Maar het is toch een mooie illustratie geweest, want Europa heeft sinds het terrorisme een heel, zwakke, een heel zwak toezicht uitgeoefend op het dichtgooien van de binnengrenzen. En dat heeft zich niet alleen met dat terrorisme, maar ook met dus die pandemie geuit. Het heeft landen als Oostenrijk laten begaan, waardoor het vrij verkeer enorm in, in gedrang kwam. Nu, dat is van belang voor de Democraten en de burgers onder ons, want dat, dat vrij verkeer van binnen, binnenverkeer, dus het, het kunnen reizen in Europa, het zich kunnen verplaatsen, is juist een van de, de blessings geweest van de Europese Unie. Ja, het is niet alleen vrij verkeer van geld, goederen en diensten. maar ook van, van burgers. Heel belangrijk, een Europees burgerschapsrecht. En dat wordt dan zomaar afgevoerd. Dan voel ik mij bekocht, want ik heb die Europese constructie in de tijd gesteund, onarmd. juist om, omwille van ook die, die, uh, dat Europees burgerschap. En dat wordt dan vergeten. Ja. En dan is er een collega van mij, een Duitser, uh, Steicherman. En die heeft. Uh, en die bewonder ik dan. Er is dan een professor staatsrecht. En die zag natuurlijk ook dat dat niet kon. En die is twee keer vanuit Slovenië, Oostenrijk binnengereden en heeft zich tweemaal uitdrukkelijk laten bekeuren. Omdat hij weigerde zijn identiteitskaart te laten zien. Dus hij ging die binnengrenzen, die gesloten binnengrenzen aanklagen, door zich te laten veroordelen wegens het niet meewerken aan binnengrenscontroles. En dan heeft hij twee kleine boetes gekregen, na veel aandrang. En met die boetes is hij naar het Hof van Justitie gegaan. En heeft hij het beleid van Oostenrijk om die grenzen dicht te gooien aangeklaagd. En hij heeft dat fenomenaal gewonnen. En dat Hof van Justitie in dat arrest. heeft ook een besluit dat arrest met één grote vingerwijzing. richting Europese Commissie. Die landen die de grenzen dichtgooien. moet. Uh, uh, corrigeren en dus noods brengen voor inbreukprocedures te Luxemburg bij het Hof van Justitie. Ja? Dus de Europese Commissie heeft ons de afgelopen jaren uh, niet-gegeven waar we dat we verdienen. Het Euro de Europese Commissie heeft een, uh, heeft een tamelijk zwakke opstelling gehad en heeft landen eenzijdig uh, 1G-beleid controles, controles aan de binnengrenzen laten voeren zonder op te treden. Nou, wat is dat concreet? Het gevolg geweest van die professor zijn actie. Want eh, er wordt er, 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 er volgt een uitspraak. Ja. Maar gaat, wordt daar rekening mee gehouden? Want ja. ik, heb, ik ben eigenlijk een beetje gefrustreerd. Ik was tot twee, drie jaar geleden eigenlijk ook een grote fan van ons rechtssysteem. Ik geloof daarin. Maar de laatste twee, drie jaar heb ik heel veel mensen. Heb ik overheden beslissingen zien nemen die helemaal niet grondwettelijk waren. En, en ja. rechtbanken ook die in Europa hebben over het algemeen denk ik niet echt al te goed gereageerd. Ja. En als er toch werd gereageerd, ook in België, werd er amper rekening mee gehouden. Um, ja, ja. En, en dan vraag ik me af van, hè, u haalt dat voorbeeld aan van het Europees Hof van de Rechten van de Mens, van die steyr Sorry. Ja. Uh, sorry. Uh, mm, en dat klinkt hoopgevend, maar is het dan ook effectief en gaat het ervoor zorgen dat er, een 1G, dat er nooit meer een 1G-beleid kan volgen in, in Europa? Ja. Nu, ik heb met mij, mijn collega Serge Goedweert ooit eens een artikel geschreven dat het recht een juridische koevoet is dat je af en toe met succes kan toepassen. Mm -hmm. Maar het, de koevoet werkt niet altijd. Hè. En ik heb het voorbeeld van mijn academische collega uit, uh, uit Duitsland, uit Oostenrijk, gegeven om, om aan te tonen hoe dat het zou kunnen zijn: mochten mocht professoren um, de juiste uh, academische en niet-academische um, inspanningen leveren, meer opkomen voor waar, waar ze voor zouden moeten staan. En het is dus is een mooie illustratie van wat wij eigenlijk academic activism noemen. En ik, uh, maar daar is er veel te weinig van gebeurd. Dus jouw zorg voor het rechtssysteem hangt natuurlijk af van de inzet van de mensen die de steunpilaren zijn van dat rechtssysteem, om dat te doen functioneren. En strategisch stilzitten, strategisch zwijgen, strategisch laten begaan, uh, dat, heeft, uh, dat is natuurlijk. Uh, Dodelijk voor, voor de gezondheid van zo'n zorgsysteem. Maar ik, ik kijk graag naar het goede. Nu, wat is er gebeurd? We hebben een spijkerhard arrest van het Hof van Justitie dat zegt: Dit mag niet. Binnengrensverkeer is vrij, is een Europees burgerrecht en die burgerrechten moeten bestaan. En je krijgt onmiddellijke reactie van alle lidstaten om dat te negeren. Dus collective mm -hmm. denial. Ja. En ook alle landen doen daaraan mee. Uh, Zweden ook, Denemarken. Ze hebben gewoon verder gedaan. Ze hebben getracht dat arrest. Niet te, niet te zien. En dat is een klassieke. Dus de rechterlijke macht is een belangrijke macht, maar men zegt altijd de zwakste van de drie. En wat kan er dan gebeuren? Je kan hopen dat er nieuwe procedures worden uitgelokt met, met hetzelfde resultaat. Of dat er enigszins een, een relativering komt van die, die angst die de sluiting van die binnengrenzen verklaart. Dus het is geen klinkende overwinning. Rechtvaardigheid zal. Is niet onmiddellijk gerealiseerd, maar het is een klein betekenisvol initiatief geweest dat een enorme echo heeft. Dus de rol van de commissie en de zwakke rol van Europa in dat verhaal rond die pandemie is met dat arrest duidelijk geïllustreerd. En ik koppelde dan toch ook. En ik, ik heb dat aspect belicht omdat er veel vragen zijn over de rol van Europa naar de toekomst toe, veel complottheorieën, veel angstenbeelden, veel dystopische beelden over de rol van Europa uh, in het faciliteren van een soort controlesamenleving. Denk aan de Digital Wallet, Digital Identity, denk aan veel meer. Dus en je noemt dat een complottheorie, omdat je het niet gelooft, of gelooft het wel? Wel, het is een waar. Voor mij zijn complottheorieën, uh, of ik weet eigenlijk niet wat dat wil zeggen, maar mm -hmm. sommige boodschappen zijn waarschuwend. Hè? En uh, waarschuwingen, daar, uh, daar luister ik naar, daar kijk ik naar en dan probeer ik dat te toetsen. En dus ik heb op mijn manier. Uh, willen bijdragen aan dat debat met, het, met erop te wijzen dat Europa inderdaad al steken heeft laten vallen en dat we dus niet naar de toekomst toe van, uh, uh, zomaar mogen rekenen op de voortreffelijkheid van Europa hè, om een foutloos parcours te bewandelen richting digitale, uh, uh, digitale samenleving. En dat is nu precies de rol van Europa. Europa wordt... Uh, Soms uh, kritisch onder vuur genomen, maar er is een consensus dat de Digital Agenda door Europa, de EU, moet gezet worden. Omdat alleen Euro de EU, de Europese Unie, een voldoende grote speler is. Dus wat je merkt is dat landen helemaal niet uh, kritisch zijn over Europa wanneer het gaat over agendavorming naar het digitale toe. Integendeel, zij vinden dat een prachtige constructie om juist uh, op, op Europees vlak aan die Digital Society te werken. En uh, mijn bijdrage was eigenlijk uh, beperkt van, uh, ik vind dat die digitale agenda uh, met heel veel snelheid wordt doorgevoerd. Dat heb ik ook uh, nogal gezegd. Dat op... problematisch eigenlijk. want... We ja, maar, het op... maar met te weinig debat. En dus wat ik daaraan heb willen toevoegen, dus als er geen debat is, kan ik er niet naar verwijzen. Maar ik kan wel zeggen, kijk eens, uh, in de voorbije jaren hebben we Europa steken zien laten vallen. En juist op. Op gebieden waar Europa, de Europese Commissie, de voortrekker en, de, en een soort van uh, hoeder moet zijn van onze Europese burgerrechten. Dus om nu morgen uh, alle wetteksten op Europees vlak te stemmen rond de digital wallet, het digitale geld, het digitale paspoort enzovoort. met Europa, dat heel, uh, in mijn ogen, instrumenteel technocratisch kijkt naar de zaken, maar toch te weinig reflecteert over die, die burgerrechten. Dat vind ik, uh, uh, daar vind ik het moment niet rijp voor. Dus ik, ik dring dan ook aan, niet op een anti-Europeanisme, maar op het temperen van die agenda van Europa. Hm? En hoe kunnen we dat doen? Want als we nee, de evolutie van de laatste maanden zien, hè, over het digitale dan, digital, digital Wallet, dan vrees ik dat het niet meer heel lang zal duren voordat een digitale ID Europees gestemd zal worden. De nationale overheden zullen zeggen van ja. We hebben er niet veel over te zeggen, want Europa heeft het beslist. En, en er is heel makkelijk een meerderheid te vinden, blijkbaar, in dat Europees parlement. Dus ik kijk daar wel heel bezorgd ja. naar. Omdat ik toch ja, meer en meer moet vaststellen, in mijn hoofd, maar het kan mis zijn, dat we toch evolueren naar een Chinees model van, van, van controle en, en social credit systeem. Ik denk, het enige wat we nog niet hebben... Is de facial recognition uh, <laughs> of, of ben je daar hoopvol of zie je Nee, dat nee, anders? nee, die facial recognition, die in de EU-AI-act, artificial intelligence, wordt er gezegd in beginsel willen we geen facial recognition op straat, maar onmiddellijk worden daar drie uitzonderingen aan toegevoegd hè? Uh, in de voorstellen. Dus Europa is een battlefield, hè? Een, 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 een plek waar, net zoals op het nationaal of op het lokaal vlak, aan politieke uh, besluitvorming wordt gedaan en, aan, en macht wordt uitgeoefend. Ja. En dus inderdaad, uh, wat is het, uh, waar gaat Europa naartoe? Welke samenleving geeft Europa ons? We krijgen altijd dozijnen beloftes over uh, burgerlijke rechten en vrijheden. En daar heeft men de mond van vol. Maar het gaat over subtiele aspecten die binnen die rechten en vrijheden moeten geplaatst worden. En dus het recht op... Om anoniem cash te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld, is als dusdanig nog niet voldoende uh, een element in de discussie geweest. Dus ik, ik, en vandaar dat ik ook zeg: vertraag die agenda. Denk eerst na voordat je al dat digitaal geld uh, uh, doorduwt, met de manipuleerbaarheid van dat digitaal geld als gevolg. En, uh, en dus om eens terug te komen, Steve, ik ga jou niet overtuigen van. Um, van de, de merites van het rechtssysteem of van Europa. Maar het is een plek waar macht wordt uitgeoefend. Het is een van de, een van de plekken. Uh, en het uh, heeft zijn breekijzers en soms zie je iets goed. Uh. Mm. En het is mijn beroep om te kijken naar dat functioneren van dat rechtssysteem. Maar je bent dan wel nog redelijk hoopvol dan, als ik u goed aanvoel. Nee. Het recht, nee. Absoluut niet. Nee, juist, ik ben nee. daar. Ah. Uh, uh, dat is nu een rare uh, manier. Ik denk dat discussies en dossiers um, goed kunnen worden gevoerd. De GDPR, daar is, is vijf jaar over gedebatteerd. Dat is een, een mooi werkstuk geweest met dan he, de, de data protection of de, de, wet, de privacywetgeving in Europa. Maar andere dossiers worden daar heel snel doorgejaagd. Hè. En ik denk dat we um, in de naam van de internationale competitie. In de naam van de internal market. Dus je ziet ook dat daar verschillende krachten aan het werk zijn. Men wil AI snel, snel, snel reguleren, waaronder facial recognition. Om, en een van de zorgen is, op, op dat Europa een interessante uh, productieplek van AI zou worden. He, want traditioneel wordt altijd betreurd dat Europa goed is in het regelen van dingen en het reglementeren. Maar dat de echte technologie-innovatie uit China komt, uit Amerika komt enzovoort. En dat is een zwak punt van de Europese Unie zijn daar zeer gevoelig aan. En dus zij stemmen graag heel snel wetten, omdat ze denken dat met goede wetgeving het innovatief proces binnen Europa zal aangemoedigd worden. En is duidelijk een van de um, uh, doelstellingen van de EU-AI-act, uh, de Internal Market Realisatie. Um, en dat, terwijl dat, dat volgens mij um, uh, niet voldoende waarborgen bevat naar, naar, naar controversiële technologieën. Dus los van de hoop. Hè, moet je gewoon realistisch zijn. Hè. We zijn in een Europees avontuur gestapt. Er zijn klassieke kritieken dat Europa weinig doet op het sociale, enzovoort. Er wordt toegegeven dat Europa een inspanning doet op het vlak van rechten en vrijheden en het verschil met Europa maakt. Europa is heel kritisch naar Polen en Hongarije, enzovoort, enzovoort. Maar Europa. Uh, is ook uh, gefascineerd door technologie en bezorgd om een eigen economie rond het digitale. En gaat daarvoor soms veel te snel. En ene keer dat die wetten worden gestemd, worden aan landen geen ruimte gegeven, wordt aan landen geen ruimte gegeven om daar nog iets aan toe te voegen. Dus dat is echt een mainstream machine van, van normen. En men heeft liever slechte of minder goede normen, die eengemaakt zijn, dan een veelheid aan normen, waardoor die vrije markt niet goed functioneert. Dus het is een, een gevaarlijk instrument, altijd al gedreven door wetenschap, door technologie, optimisme, en het uh, hult zich in een technogratisch discours. En dat verklaart ook waarom dossiers zoals de digital wallet enzovoort um, onvoldoende geruststellend zijn. Europa gaat daar een rol in spelen, maar gaat dat doen als een faciliteer-instrument van technologieën en de lidstaten moeten dan maar de details invullen. Maar het zit vaak in die details. Het zit heel vaak in die details. En, dus daar, daar, dus daar, en dat is een, een klassieker sinds 1990 over politieke wetenschappers en juristen. Om correct oppositie te voeren nu, moet je lokaal werken, nationaal, regionaal en Europees en soms G20. Internationaal. En dat is heel moeilijk. En de meeste van onze oppositiekrachten, onze vakbonden en NGO's zijn goed in het nationale werk. Liga voor de Rechten van de Mens is goed in het regionale werk. Maar om op al die niveaus tegelijkertijd te spelen, dat is heel moeilijk. En dat is juist kenschetsend voor wat er in de literatuur een multilevel society wordt. En dat hebben we net nodig volgens mij, want we hebben net die G20-top gehad. En wat daar op tafel is gekomen, vind ik niet bepaald hoopgevend. Ja, want dat is weer meer richting dat Chinese model, waar ik persoonlijk heel bevreesd voor ben. En ik vraag me af wat we daar kunnen tegen, tegen doen. En, en ik heb dan precies gemerkt dat we, we niet al te veel op ons rechtssysteem kunnen, kunnen rekenen, op de verschillende niveaus. Uh, omdat de rechters blijkbaar toch redelijk gemakkelijk meegaan in het narratief dat er wordt doorgeduwd. Ja, maar je had daar dus... Je hebt politiek, ja. je hebt wetgeving, en dan wat je dan het rechtssysteem noemt, dus de... Nee, zijn checks and balances. Het zijn toch verschillende niveaus. En, en wetgeving is, 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 is eigenlijk een uitkomst van een politieke onderhandeling. En je hebt binnen Europa, ik heb dat op tegenwind ook gezegd, die documentaire serie uit 20... Wat is daar? 21, 21 ja. ja. Je hebt vele Verschillende krachten in al die Europese landen, dat is geen gedeelde set van normen en waarden. Sommige mensen geloven heel hard in de technologie, anderen minder. Sommige mensen denken eenvoudig Chinees, denken aan de politiekorpsen aan de kust, hè, waar mm. maximale inzet van surveillance technologie. Um, andere mensen niet. Hè. En dus dat is een, we moeten daar realistisch in zijn, steven. We kunnen niet berusten in een verworven uh, in een verworven harmonisch stelsel. Dus je moet je vrijheden elke dag bekampen op alle niveaus, in alle dossiers. Mm -hmm. En wat je nu vaststelt is dat die stem... Uh, uh, dus die... Dat we worden ook vaak... Uh, uh, door ontvloest en verhullend taalgebruik uh, misleid. We gaan biogascentrales... Uh, dat klinkt heel ecologisch, maar dat is het niet. Maar dus hetzelfde met surveillance-technologie. Men spreekt over de digitale identiteit. Wat is dat? Ik vind het recht op identiteit wel goed, maar die digitale identiteit is volgens mij iets heel anders. En wie beheert die enzovoort. Dus, dus je zit met ontvloers taalgebruik, dat soms. Uh, 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 de commissie zal dan spreken van een identiteitsbewijs dat interoperabel is, dat je in alle landen kan laten lezen door, door machines. En, en, en dus het voordeel is dat je heel gemakkelijk kan reizen. Dus er wordt ons een toekomst geschetst van mobiliteit door technologie, uh, maar de manipuleerbaarheid daarvan wordt dan uh, even weggelaten. Men, men gaat dan de conveniencies, de voordelen beklemtonen en niet de mogelijke misbruiken. En dus dan komt het erop aan om die bezorgdheden over die misbruiken en, uh, op een geloofwaardige manier hard te maken. Maar met een te snelle agendavoering zoals die van Ursula van der Leyen uh -huh. met die digital market is dat heel moeilijk. En de lidstaten zijn op alle mogelijke manieren medeplichtig aan dat Europees verhaal. Uh -huh. Want Europa, als Europa het niet doet, gaan de lidstaten hetzelfde, do hetzelfde doen en dan ga je zeer uiteenlopende uitkomsten krijgen. En dat is een proces van manipulering en van, uh, van wegduwen van verantwoordelijkheden enzovoort, dat heel complex is. Maar, maar ook... Het spreekt print. van een politiek verhaal, maar eigenlijk, er is zelf geen debat geweest. En het debat is er nu hè, binnen groepen, binnen de G20, um, maar in België heb ik mm. nog nooit een politiek debat gehoord over de digitale euro, de CBDC. Uh, Europa gaat daar binnenkort uh, over stemmen waarschijnlijk, zonder dat we ooit hier in België een debat hebben gezien, in Nederland was het anders. Daar hebben ze vorige week al wel een, een debat in de Kamer gehad. Maar ik heb het gevoel, het gevoel dat het dat er nogal veel boven ons hoofd wordt, wordt beslist en dat het helemaal niet meer zo democratisch ja. verloopt. Oké, okay. als je me belooft dat we nu over die G20 gaan zwijgen, ja. wil ik daar nog één ding over ja, zeggen. Zo. Ik weet dat die zorgen wel opgevangen worden door onze politici, maar dat zij niet altijd juist begrijpen hoe dat ze die machine kunnen stoppen. Ja. En dus daar uh, heeft men iets willen aan doen met het verdrag van Lissabon, dat de nationale parlementen meer ruimte geeft om hun stem te uiten in die processen. Maar het zijn zo'n complexe processen. En het betaalt dus goed om in het beleid te zitten, want het zijn onze beleidsmensen, onze ministers, die op Europees vlak iets gaan afspreken, dat dan als wetgeving er doorgedraamd wordt ook in onze parlementen. Ja. He, dus je kan, om het iets heel technisch te zeggen, als uitvoerende macht. De wetgeving van morgen voorbereiden op dat Europees vlak. En dat is een klassiek trucje dat al dertig jaar bezig is. En dat de nationale parlementen tot uh, uh, ja, minder nuttig maakt. En waar ze zich ook zorgen over moeten maken. Wat, is, wat men heeft trachten te, uh, te coördineren met Lisbon enzovoort. Maar nu, ik zit dus hiermee al een half uur op het terrein van het Europees recht. Ja. Collega's genoeg die dat goed beheersen. Maar, uh, dus ik kan. Uh, in, in dit geval, we moeten blijven kijken naar Europa. Ja. En mijn houding over Europa is ook veranderd. He, dus ik ben, en dat is het laatste, ik ben in die laatste jaren kritischer gaan denken over het gebruik van Europa. Eerder dan kritischer gaan denken over Europa, ben ik kritischer gaan denken over het gebruik van Europa. En, ik, uh, en een oefening als Brexit is radicaal. He maar heeft wel een aantal jaren tot wat meer bescheidenheid geleid. Uh, en dat mis ik. Ik mis sowieso de stem van de Britten in dat Europees verhaal. Het is net iets te klein geworden voor mij, Europa. Uh, en die, die common sense van de Britten heeft... Uh, voor de, en hun, hun weigerachtigheid om uh, maximaal te harmoniseren had in de jaren 80 en 90 ook voor mij goede uh, uitkomsten. Dus, ik, uh, dus dat geef ik graag mee. Uh, ja, we moeten opletten voor Europa. En als we dan nou even terug... Allee, we een niveautje zakken, naar België gaan kijken, uh, naar de maatregelen die de laatste twee jaar soms toch vrij snel geïmplementeerd zijn geweest, maar toch wel wat... Uh, allee, zijn er zijn redelijk wat groepen en mensen die zich hebben verzet, maar ik denk dat bijna niemand een zaak gewonnen heeft, uh, met uitzondering van de Joodse gemeenschap... Uh, Eén keer denk ik die wel met succes naar de rechter is, is, is getrokken. Um, wat kunnen we daaruit besluiten? Of, of, of zijn er zaken die we beter kunnen doen naar de toekomst om, om dezelfde problemen te voorkomen? Of, um, of wat is ja. jouw mening daar? Well, ja, dus let goed op hoe, hoe dat je het brengt. Ja. Als je terugkijkt naar die twee jaar pandemiebeleid, ja. dan zie je alleen maar België. Mm -hmm. Dus net hadden we het over die almacht van Europa, maar ik heb Europa niet gezien. En dus het is complexer dan Europa is, is, is slecht enzovoort. En voor mij was dat een, een moeilijkheid, want ik zat alleen maar op het Europese niveau te werken. En ik heb mij de voorbije twee jaar helemaal moeten inlezen terug in België met zijn federalisering enzovoort. En dus ik, kan dat, ik ben zeker niet in staat om daar een grote evaluatie te brengen. Ik heb wel... Uh, Inderdaad, de Raad van State heeft in die zaak van de Joodse gemeenschap en de te beperkte bubbels, want de Joden moeten met twaalf zijn om bepaalde religieuze rites te kunnen uitvoeren, heeft ze een rem gezet op het overheidshandelen. Er is wel wat meer gebeurd. Er is langs de Franstalige kant ook een Raad van State, dus de Franstalige Kamers. En er is ook een schot voor de boeg geweest richting de pandemiewetgeving. Het parlement heeft dan uiteindelijk eh, onderdreiging van een rechtbank van eerste aanleg eh, die de wet van 2007 op de civiele bescherming onvoldoende achter de pandemiewet gestemd, hoewel alle hogere rechtbanken dan onmiddellijk hebben gezegd dat die rechter in eerste aanleg het verkeerd zag. Dus je ziet daar die prikkelende rol van het recht soms, eh, soms, maar doorgaans eh, in, in, heeft het in België uh, overheidsbeleid gefaciliteerd. Hè? En je hebt ook rechters gehad die uitdrukkelijk hebben geschreven uh, in boekjes en geschriften. Uh, Jan Velaars bijvoorbeeld van de Universiteit van Antwerpen, een van de grote denkers van de Raad van State. Kijk in onzekerheid moeten wij als rechters voorzichtig zijn en we moeten die overheid heel veel ruimte geven. Een boodschap die ik absoluut niet deel. Hè? Maar uh, hij heeft het op zijn minst op papier gezet. En dat zie je dus in die rechtspraak van de Raad van State. De Vlaamse kant heeft heel veel ruimte gegeven. En daar is dan ook kritiek op geweest door een collega van mij uit Antwerpen, uh, die zeer kritisch is geweest. Dus de Raad van State moet de overheid uh, begrenzen, de watchdog, en is daar niet om, de, um, om die overheid te controleren. Dus, daar zijn, dus die krachten en die tegenkrachten die hebben zich wel voorgedaan. Uh, uh, en dus een algemene evaluering kan ik niet geven uh, het is daar ook te complex voor uh, dus ik, om, om nu maar iemand te noemen uh, het is niet zwart-wit uh, ik heb hier een boekje van Boudry en de Keulaar beide zijn gekende uh, verdedigers van een strikt pandemiebeleid uh, maar die politiek uh, die, die opmerkingen over de, de rechtsstaat die, hebben ze, die nemen ze ter harte en, uh, en ze zijn ook bezorgd over politiekorpsen die drones hebben laten vliegen uh, om, mens, om dus samenkomsten van mensen in tuinen enzovoort te controleren. Uh, maar, voegen ze daaraan wel aan toe, die zijn wel teruggefloten. Ja. Dus uh, er zijn daar wel wat reacties en tegenreacties geweest en onder meer het controleorgaan op de politie heeft inderdaad stappen genomen en vragen gesteld over het gebruik En het resultaat is dat de politiekorpsen Um, voorzichtiger zijn geworden met dat gebruikt. Dus daar hebben we het verschil kunnen maken tussen China. En we, we moeten die subtiele verschillen ook zien. Want anders treed je niet in debat met de tegenstander. Dus de vraag: wat is het verschil tussen onze samenleving en die van China? Die heb ik opgeworpen met zoveel woorden in tegenwind. Dat blijft de meest pertinente. En dat blijft een moeilijke. We gaan met onze digitale samenleving. Uh, hebben we, delen we de infrastructuur, maar ook vaak de beleidsdoeleinden van de Chinezen. En bijvoorbeeld een dossier dat nu is, belangrijk is, is data retention. Uh, daar, ik hoor magistraten en andere mensen pleiten voor een uh, collectieve lezing van alle berichten van mensen en onderschepping van berichten, om uh, opsporing en onderzoek en het werk van de inlichtingendiensten mogelijk te maken. Ja, dat doen de Chinezen ook. Hoe zie je dan het verschil? Dus dat zijn strijdpunten waar sommige rechters wel degelijk, het grondwettelijk hof en het Europees Hof van Justitie, proberen om zo'n surveillance massaal tegen te houden. Dus je ogen worden steeds uh, droeviger en droeviger als ik over dat rechtssysteem praat. Maar uh, het is een systeem waar we al 200 jaar intens mee functioneren, waar we een belangrijk symbolisch gewicht aan geven en dat in de praktijk soms het verschil maakt. Dus, wat je aan mij kan vragen is, is, uh, is uh, wanneer heeft het het verschil gemaakt? En, en, en dat zijn terechte vragen. Hoeveel keer heeft het het verschil gemaakt? Heeft het meer het verschil gemaakt in België dan in andere landen? Dat zijn terechte vragen. En ik nodig mijn collega uh, juristen dan ook uit om meer die vragen te beantwoorden. Want mensen... En dus je hebt nu bijvoorbeeld met die pandemie een initiatief van Oxford, hè, waar ze negen vrijheidsbeperkende maatregelen uh, uh, inventariseren. Het sluiten van de scholen, verbod om naar de werkplaats te gaan, uh, het verbod op bijeenkomsten binnen het verbod op. Bij, dus, en ze proberen nu met, uh, met visualisering uh, verschillen tussen landen in de wereld aan te geven enzovoort. En dat zijn krachtige tools uh, die om heel complexe analyses samen te vatten. Maar die analyses blijven dus complex. Hè. Wat jij vraagt is. Uh, heeft ons rechtssysteem gewerkt? Wat ik dan denk is ja, welk aspect van het rechtssysteem? Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, iets waar ik mij zorgen over heb gemaakt is het ontslagen van mensen die niet gevaccineerd waren op bedrijven. In principe kan de werkgever nooit weten hè, welke mensen in zijn bedrijf gevaccineerd zijn en niet. En ik heb wel collega's medisch recht van de Universiteit van Antwerpen en sociaal recht van andere universiteiten horen nadenken over hoe kunnen we dat omzeilen. Ja, dat vond ik een. Schandelijke, uh, schandelijke interventies, um, maar ze waren overtuigd van de noodzaak. Maar de wetgeving is vrij uh, strikt. De, 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 de bedrijfsgeneesheer mag het medisch geheim niet delen met de werkgever. Dus in beginsel had niemand mogen worden ontslagen. En wat we dan zien is onder meer dat de minister van Volksgezondheid. Uh, uh, spelletjes heeft gespeeld en op indirecte manieren toch vrij veel informatie aan die werkgevers heeft laten toekomen, zodat ze wel een beeld kunnen vormen van wie er gevaccineerd was en niet, enzovoort. Er is daar onvoldoende opgetreden. Er is daar een heel systeem van inspecteurs die hadden moeten optreden en die het niet gedaan hebben, enzovoort. Uh, maar de wetgeving was er wel. Ja? Dus, opnieuw complexiteit. Hoe goed is die wetgeving? Hoe goed is ze nageleefd door alle betrokkenen verantwoordelijk? En dat zijn dan de, de werkgevers. De bedrijfsartsen, de arbeidsinspecties, de ministers die kijken op die sociale inspectie. Hè. En uh, hoeveel rechtszaken zijn daar geweest enzovoort. Dus dat zijn complexe analyses waar uh, in Franstalig België meer werk is ingestoken dan in, uh, dan, in, uh, dan, in, uh, dan in Nederlandstalig België. En hoe komt dat? Wel, Dat is een vraag die ik aan alle Vlaamse universiteiten wil stellen. Hè. Dus ik heb uh, wel wat geschriften gezien van de Universiteit van Antwerpen. Maar het is bijzonder mak geweest, in mijn, in mijn opinie. Dus ik ga binnenkort naar een studiedag iets helemaal anders. Hoeveel gasboetes zijn er nu uitgeschreven? Uh, en hoeveel strafrechtelijke boetes, want dat is niet hetzelfde, zijn er opgelegd? Ja, er is een heel ander beleid in Brussel, Wallonië en in Vlaanderen uh, gevoerd. Uh, en de Universiteit uh, van saint Louis in Brussel doet daar rond een studiedag. En ik zal daar veel van bij leren. Want ik heb toch bepaalde straffen gezien. Uh... Van mensen die uh, geen mondmasker droegen of met te veel ja. in een wagen zitten, zaten. Uh, dat we nog nooit eerder hebben gezien. Ja. Uh. ja, dus er zijn daar forse richtlijnen gegeven aan de politiediensten. ter handhaving van al die normen. Uh, en dat vind ik awkward, zeggen ze in het Engels. Ik heb dat ook gezegd. Ik, uh, als de politie enig vertrouwen wil bij de bevolking. Uh, dan denk ik dat ze vooral. Uh, uh, ruimte moeten krijgen om een eigen beleid te voeren. Maar er zijn uh, desal niet tenminste uh, strenge richtlijnen geweest. En die studiedag die zal mij veel leren over de cijfers. Uh, en onder meer in Brussel is er beslist door de parketten uh, dat alle zaken over dossiers, uh, over minderjarigen, bij, bij hen moeten belanden. En dat zijn kleine, betekenisvolle dingetjes. Want je kan een minderjarige een gasboete geven, maar je kan een minderjarige geen strafrechtelijke boete geven. Ja? Ja? Dus, het, dus we zitten daar op een geweldig niveau van complexiteit, waarin... Uh, en dat zijn geen neutrale beslissingen. Daar nemen mensen dan verantwoordelijkheid. Huh. En het is, dus ik huldig dan ook de schooldirecties, uh, de werkgevers, de politiediensten de politiekorpshoofdsten en de officieren van justitie, de, de procureur des Konings, die op een of andere manier hun verantwoordelijkheid hebben genomen. En daarmee versta ik natuurlijk niet uh, die op zijn Chinese strikte maatregelen zijn beginnen implementeren. Mijn blind geloof in de zaligmakendheid van die dingen. Nee, ik ben juist op zoek naar mensen die uh, meer verantwoordelijkheid hebben genomen. En die verantwoordelijkheid moeten ze ook nemen. Ik denk dat een... Uh, die mensen krijgen er ook het salaris voor, die hebben de verantwoordelijkheden. En dus ik uh, verwacht dan ook uh, uh, een grotere verantwoordelijkheid. Nou, het probleem was, ik denk dat er ook heel veel mensen waren die niet echt van slechte wil waren, maar die, die hadden zelf zoveel angst door de angst die gecreëerd werd door de media, dat ze dachten dat ze verantwoordelijk uh, bezig waren ja. door mensen te bestraffen. Want ze gingen waarschijnlijk ja. vanuit dat als ze mensen gingen bestraffen, dat ze beter gingen, gingen luisteren. Ja. Nou, wel, dat brengt mij dan bij dat Zweeds model. We hadden um, minstens meer naar het buitenland kunnen kijken. Zeker. Die deden het allemaal op dezelfde wijze of erger. Ik heb dat al een paar keer beklemtoond. Als ik een intuïtieve schets aanvoel, is dat Duitsland veel erger um, en veel strikter is, um, is beginnen uh, uh, regeltjes toepassen dan België, waar we. Toch prachtige regionale tegenmachten hebben enzovoort. Dus dat verhaal van België is een interessant verhaal. En ik, ik, duw, ik durf dan ook... Um, want er zijn hier twee Nederlanders een, een tijdje geleden een, een Nederlands verhaal komen vertellen en jij hebt toen ja, ja, ja gezegd. En ik dacht nee, nee, nee. Hè. Oei, oei. Dus uh, ik, er is in Nederland meer tegenbeweging geweest. Ja. Maar ik vind het beleid in België beter dan het beleid in Nederland. Maar er is een en, switch dat ik denk in, begin, ja. in de beginperiode... 2020 was het in België erger, want ja. Ja, ik weet dat er... Op een bepaald moment mochten wij niet naar de kapper gaan, mocht dat in Nederland wel, maar dan is het een jaar later veranderd en inderdaad, het was ja. in Nederland strikter ja, 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 als, maar is, als bij ons. Dus, dat klopt. In het licht van vooruit uh, schrijdend inzicht is de enige goede richting van dwaas en bang naar uh, verlicht, helder en rationeel. Mm -hmm. En in dat licht heeft Nederland het niet goed gedaan, juist de omgekeerde weg. En België heeft het wel gedaan en ik denk dat de grote betoging van januari heel belangrijk was in dat perspectief. De politieke signalen uh, bij meerdere partijen er ook waren. De academische discussie met het wintermanifest openingen heeft gecreëerd die belangrijk zijn. Wow. Uh, en vooral aan de Franstalige kant uh, ook heel veel boeiende zaken. Een culturele sector die in tegenstelling tot de Vlaamse culturele sector niet laf was. Academici onder, in COVID-Rationel die zich heel goed hebben georganiseerd. Een ja. pers die iets opener was enzovoort. Dus mijn stelling is, maar nu ben ik vergeten waarom ik die stelling lanceerde, dat België het in vergelijking met de buurlanden goed heeft gedaan. Maar we hebben van meet af aan elke vergelijking, ja dat was mijn punt, met Zweden vermeden. Ja. En Zweden lag natuurlijk moeilijk, want het was een sociaal-democratische regering die een pandemiebeleid gebaseerd op vrijwilligheid. En beperkte staatsinterventie heeft gevoerd. Nu vinden we het leuk Oostenrijk te kastijden, want het is rechts. En rechts is toch het slechtste dat er is natuurlijk, al is zeker cent, extreem rechts. Maar, uh, en, en is er bij ons wat de boodschap ingepompt dat vooral links zo bezorgd was enzovoort en bang. Of terecht bezorgd en terecht bang en terecht panikeerden enzovoort. Maar uh, ten eerste heeft Italië een verschrikkelijk beleid gevoerd. En het was groen-links. En heeft uh, Zweden een uh, interessanter beleid gevoerd, volgens mij. Um, en het was sociaal-democratisch. Dus maar om te zeggen hoe relatief al de labeling en de stigmatisering is, en hoe dom het is om honderdduizend betogers allemaal extreem-rechts te noemen, ja. um, fout dus. Um, uh, Zweden is een prachtig land en het heeft intens gerapporteerd. En ik heb... Uh, het artikel verschijnt op tegenwind en op uh, de controversatie. Ik heb nu een... Een, een terugblik gemaakt over die rapportage van dat beleid. En het leuke is dat, uh, uh, dat daar, allez, voor mij, is dat de eindrit van, van die ontwikkeling heel spannend is. Ja. Dus Zweden werd in het begin gemakkelijk getakeld op zijn coulant uh, burgervrijhedenvriendelijk beleid. Met het verwijt dat het een zeer hoog sterftecijfer had uh, bij de ouderen in de rusthuizen in vergelijking met de buurlanden. Ja. En dat was natuurlijk heel gemakkelijk om uh, Zweden weg te zetten als een, een land van dommerikken, als een beleid van dommerikken, net als al die COVID-kritische mensen op die betoging ook dom zijn. Hè? Dat, dus die, uh, dat heeft goed gewerkt. Mensen cancelen ofwel als dom, ofwel als roekeloos, ofwel als. Uh, staatsonvriendelijk of wel als extreem rechts. We het, het, al die strategieën hebben gewerkt en hebben zeker in ons land links uh, uh, en, en centrum, uh, de, het centrum, bang gemaakt van COVID-critische geluiden. Spijtig. Dat, is, uh, dat, dat betreur ik nog altijd. En ik denk dat dat anders had gekund en gemoet. Dus in Zweden heeft, uh, heeft de sociaal-democratische regering en, en, en wetgever. Uh, een andere koers gevaren. ze hebben ook meer ruimte gegeven aan hun agentschap voor gezondheid, die dus geen lockdown en geen quarantainebeleid heeft ingevoerd. Van. En ook heel spaarzaam is geweest met uh, andere vrijheidsbenemende beperkingen. En dat kadert ook wel in een hele traditie van Zweden. Ze hebben daar in 2004 de wet op de infectieziekte uh, gestemd. Nu onze Belgische wet op de infectieziekte zou leiden... Als er een infectie is, neemt de minister van Volksgezondheid de totale controle over en iedereen moet luisteren. Dat zo, zo zouden wij die wet schrijven. Allee, sommigen. Maar in Zweden begint die wet heel mooi van uh, de burger heeft plichten. Ben je ziek, blijf je thuis en breng niemand in gevaar. En dat wordt verankerd en ook op bedrijfsvlak hè, wordt die boodschap sterk gebracht. En daar wordt ook door die juridische verankering wordt die wordt dat ook een juridisch afdwingbare plicht. En men heeft dus herhaaldelijk uh, gewezen op die plichten in die wet, maar ook in de COVID-Temporary Act, hè, die ze dan, een tijdelijke wet die ze uh, uh, in 2021 hebben gestemd, staan op, staat opnieuw die burgerplichten. Dus Zweden vertrouwt zijn burgers hè, en heeft ook niet veel boetes moeten uitschrijven uh, richting burgers. Het heeft gehamerd op de collectieve inzet. Hè, om uh, doorheen die crisis te gaan. En de winst is fenomenaal geweest. Uh, sowieso, burgerlijke vrijheid op die negen parameters, hè, op die negen onderdelen, scoort Zweden extreem goed. Het heeft uh, light touch ingevoerd. Uh, de de scholen uh, bleven dicht. Uh, zeker, ik bedoel daarmee de, kleuter, de lagere scholen enzovoort, tot en uh, met het middel... Uh, tot en met middelbaar onderwijs. Het is pas de digitale. Het leven open. Ja, blijven ja. open. En geen mondmaskers. Geen mondmaskers. Uh, ook op de werkvloer uh, ging het leven door. Dus de economie heeft veel minder schade gehad dan die van ons. Uh, belangrijk. Uh, we hebben daar. Maar, en zo kan ik maar doorgaan, maar doorgaan. En ook het vertrouwen van de burger in de overheid is klokkenhoog. Mm -hmm. ja, dus men. Men zet dat wantrouwen van de burgers tegenover de overheid altijd meer als een, als een moeilijkheid, als een gegeven uh, waar, waar men niet langs omheen kan. Maar ik zie een land als Zweden probleemloos dat vertrouwensmandaat van die burger krijgen. En het Zweeds beleid is dan ook uh, met, met grote meerderheden gesteund, ook in de pers. En vandaar dat Zweden interessant is. Buiten uh, in onze pers natuurlijk, want daar werd gelachen. Ja, werd gelachen. ja, ja. en onder meer dit boek ja. opnieuw. Ja. He, zij zeggen, uh, dus, uh, Boedrie en de Keulaar, het uh, trefwoord Zweden is een en al spot, uh, ten ja. eerste doet Zweden het niet goed in vergelijking met de buurlanden, en ten tweede is het onvergelijkbaar, want de Zweden zijn sportiever, want de Zweden vertrouwen hun overheid, want de Zweden die nemen, uh, nemen hun verantwoordelijkheid, want uh, ze knuffelen minder, allez, zo nee. gek niet, uh, en dan zonder voetnoot. Dat, ik kan zoiets niet, niet gepubliceerd krijgen. Maar Boudry en uh, de Keulaar mogen dat allemaal schrijven. Mm -hmm. Waar staat dat, dat, de, dat de Belgen niet in staat zijn tot het nemen van hun verantwoordelijkheid? Dat blijft, uh, dat blijft, uh, waar staat dat wij per definitie ongezonder zijn of moeten zijn? Allee, in welke mate uh, zijn dan uw relevante elementen om een vergelijking af te, af te wijzen? Mm -hmm. En de vergelijking kan volgens mij gemaakt worden. Uh, Zweden is een regionaal land. Vergaande regionalisering, dus wij zijn een federaal land, de bevoegdheden zijn verdeeld, dus dat is al interessant. Uh, ook qua de, de bevolkingsconcentraties in grote steden is er een, een vergelijkbaarheid die ik verdedig. En de lessen zijn dan ook pertinent. En nu komt het, hè? als klap op de vuurpijl, blijkt ook dat uit de cijfers van 2022 van de Wereldgezondheidsorganisatie en in de Lancet gepubliceerde cijfers... Dat Zweden het helemaal niet slecht heeft gedaan in die sterftecijfers. Integende. En dat dus uh, dat eigenlijk Zweden voor de periode 2021 de beste leerling van de klas is. Dus ja. dan krijg je een dubbele uh, uh, verwezenlijking, een double achievement. De gouden medaille voor het minste nevenschade, voor het minste beperking van de burgerlijke vrijheden. En een gouden medaille voor eigenlijk die sterftecijfers. Ja. Dat is een, en nu denk ik, met zo'n medaillewerk moet België gaan kijken naar Zweden. En het mag niet blijven vasthouden in die niet gefundeerde afwijzingen van dat Zweedse model. Het is geen extreemrechtsland, het is een sociaaldemocratisch land, dus politiek ook interessant. En te meer, Zweden heeft van begin al in 2020 het eerste zelfevaluatierapport laten verschijnen. Heel kritisch. 2021 opnieuw. Een 800-tellen bladzijde evaluatierapport. 2022 februari, het definitieve evaluatierapport met Engelse uh, uh, summary, uh, absoluut te lezen. Dus het is ook een gouden medaille qua evaluatiebeleid. Ja. En we hebben nu gehoord uh, van onze minister van Volksgezondheid dat we ook een evaluatie gaan krijgen. Maar de OESO gaat dat doen? Ja? Is dat goed volgens u? Nee, niet? Absoluut niet. He, en heel duidelijk. Hij gaat een zeer technische evaluatie vragen. Nu die, uh, het is goed dat hij die evaluatie niet vraagt aan de Wereldgezondheidsorganisatie, want dan krijg je dus een zeer beperkte evaluatie. Dus in die zin zou die OESO, uh, die toeziet op economische samenwerking, breder kunnen toetsen en evalueren en ook dat economische binnenbrengen. Uh, maar de OESO is absoluut niet in staat om die burgerlijke vrijheden uh, te gaan toetsen en te vergelijken. Dus, uh, dat kunnen. En, uh, en bovendien, de begeleidende mededeling van Van den Broeke was, ik, wil, ik moet politiek niks leren, want ik ben perfect en het was perfect. He, en, dus, uh, en dus al onmiddellijk een groot aantal uh, de, de dichtgemaakte deuren voor verdere evaluatie, juist op die punten waar een grondige evaluatie zich opdringt. Hm. En ze is gemaakt in Duitsland, dat is mijn volgende stuk. Ze is ten dele gemaakt in Nederland, maar ze is zeker gemaakt in, in Zweden. En het leuke aan Zweden is dat je uh, een omgekeerde wereld krijgt. Men heeft daar kritische wetenschappers, genre tegenwind. En die werden onder meer geleid door een, een Belgische, die ondertussen terug naar België is gevlucht, omdat Zweden zo verschrikkelijk uh, pandemiek naïef. Country was en de, de Brusselaar. Euh, uh, dus het is ook wel leuk om je in Zweden te verdiepen, omdat de minderheid die zich niet begrepen voelde aan de kant stond van de strikte pandemiepolitiek en het dichtgooien van alles enzovoort. En, euh, en zij klagen dan aan dat de pers uh, geen toegang gaf tot hen. Zij klagen aan dat er zij kla, verschillende klachten. Die vanuit een tegenwindperspectief wel heel vertrouwd in de oren klinken, maar dan ja, de vanuit een om, omgekeerde situatie. Dus dat is ook een reden. En in de aanbevelingen van de zelf-evaluatierapporten krijgen die mensen een heel luide stem. Dat vind ik wel interessant. Ik hmm. hoop dat in de Belgische evaluatie Wintermanifest en tegenwind ook een luide stem krijgt. En ze krijgen een heel luide stem. En onder meer is een van de aanbevelingen. Dat omwille van het voorzorgsbeginsel. elk overheidsbeleid. rekening moet houden. ook met de kritische stemmen uit de samenleving. Ja, dat is wel mooi. Dat zou mooi zijn, mochten we dat ook bij ons zien. Ja. En, de, uh, en natuurlijk is de link met het voorzorgsbeginsel. een hele mooie. En dat gaat mij, uh, daar wil ik het direct over hebben. Want dat voorzorgsbeginsel. Dat is, dat is bijna een levensbeschouwelijk beginsel. waar ik veel aan hecht. Maar dus Zweden, een afgeronde studie. Met voetnoten op de controversatie, zonder voetnoten op Tegenwin TV. Uh, een voorbeeld van hoe dat het kan. Uh, daar zijn daar de, de baas van de Zweedse gezondheids het gezondheidsagentschap Technol, heeft, uh, heeft een karakteristiek brilletje en spits gezicht. En heel veel Zweden hebben zijn, zijn, uh, zijn gezicht laten tatoeëren op hun arm of op hun lichaam. Nu, dat heb ik nog niet gezien bij Erika Vlieges en Frank van den Broekes in dit land. Dat dus, staan uh, maar van Ranst. Ja, dus, uh, dus dat moet ik nog ja. zien. Maar een heel gedragen beleid, uh, geen kloof met de burger, uh, prachtige resultaten en dus een zekere nederigheid uh, zou ons. Er, en ook uh, grote drama's in de rusthuizen. Dus het is niet dat het virus Zweden gepasseerd heeft. Maar nog eens opnieuw kijken en ook de cijfers over Engeland blijken minder slecht dan gedacht. Er waren. Dus de, de, de enkele alternatieve beleidsvoeringsprocessen die ik gezien heb, vooral in Zweden, maar ook een beetje bij Boris Johnson en dan uh, ruimer, um, die uh, worden opvallend gunstig geëvalueerd in die nieuwe cijfers waarover een grotere eensgezindheid bestaat, dat ze correct zijn. We werken dus niet meer met die sterfte, absolute sterfte, maar met excess, mortality. En zelfs de verschillen tussen Zweden en uh, Noorwegen bijvoorbeeld, uh, uh, in die eerste golf worden daardoor minder groot. Ten andere vind ik dat, dat nu is een, uh, een foute vergelijking. Huh? Zweden is helemaal niet te vergelijken met Noorwegen. Uh, en het is dan ook uh, retorisch fout om Zweden af te kraken op de verschillen met Noorwegen, in het bijzonder en Finland zeker, uh, wat dat vele gedaan hebben. Dus ja. ik denk dat Boudry en de Keulaar een nieuw uh, trefwoordje in hun eerste hulp bij pandemie over Zweden moeten schrijven. En ik kijk er naar uit, want het is uh, die nieuwe cijfers werpen een nieuw licht, waardoor de, uh, de Zweden zelf hebben genoeg zelfkritiek voor een, een goed debat hè, over. En... Maar heeft Boudrini ondertussen ingezien dat hij toch niet al te juist was? Ik, ik las onlangs dat hem. Uh, meegaf dat hij eigenlijk niet meer wou terugkomen op de coronapandemie. Hij zei dat is voor mij een afgestoten hoofdstuk. Ja. Uh, voor, misschien heb je dat gelezen? Of, of, ja, ja. Of, nee? Maar goed, ja. Uh, niet erg. Ik blijf, uh, ik blijf het een. Uh, hij heeft een stem gehad in het debat, een luide stem. Uh, hij is wetenschapsfilosoof, zegt hij. En het ja. is, uh, dat brengt mij eigenlijk um, tot een, een belangrijke groep mensen. Ja. He, dus ik denk dat de pandemie um, veel vragen heeft opgeroepen over het gebruik van technologie en wetenschap. En dat wetenschapsfilosofen juist in het bijzonder... Uh, uh, de, um, juist in het bijzonder... De, de opleiding en de achtergrond te hebben om in dat debat een stem te nemen. En voor mij is het boek van Bert de Munch bijvoorbeeld een van de, de interessantere. Ook Matthias de Smet is uh, zeer uh, vertrouwd met de wetenschapsfilosofie enzovoort. En ik vind, ik vind dat we daar wel een debat op niveau hebben gezien. Dus het boekendebat is beter geworden dan het maatschappelijk debat. Ja. Uh, en dus ik. Uh, ik vind een debat, Boudry de Smet, absoluut interessant. En ik denk dat Boudry te licht is ingestoken in uh, het debat nu. En daardoor uh, uh, zich een beetje uh, uh, laat wegdrummen door twee mensen die veel harder gewerkt hebben op de, op de thematiek. Ja. En ik denk dat we. Uh, het is juist het boek van Berthe Munch dat ik eerst had gelezen, dat mijzelf op een interessant spoor had gezet. Namelijk. Wat, wat is nu het echte debat geweest en wat heeft daar 100.000 mensen samengebracht? Ja. Of meer. Ja, en het is niet alleen schrik voor China, maar het is ook een, een voorzichtigheid uh, rond die vaccinatie en rond de invoering van technologieën in het algemeen die volgens mij uh, uh, als rode draad loopt doorheen die honderdduizend mensen. En de criticasters zoals Truant en anderen die gaan dan zeggen, ja die beweging heeft geen claims, die beweging heeft geen body... Die stonden daar maar wat te betogen, maar ze hadden eigenlijk geen uh, argumenten. Ik denk dat die er wel degelijk zijn. En het is voor mij via de Mung dat ik die gevonden heb. Uh, het zit in die uh, reflectie over uh, de relatie mens-natuur-mens-technologie. En welke samenleving willen we? Je kunt dat debat voeren in termen van rechten en vrijheden. Maar het debat is werkelijk meer en meer aan het gaan uh, in de richting van uh, hoe groot welke zeggenschap geven aan de technologie hè, in die toekomst van die mensheid. En het debat wordt nu mooi oprecht opgepikt door Meloni, hè, bijvoorbeeld, komt daarmee af. Maar het, wordt, uh, het, is, het is volgens mij stevig ingezet via Harari, ja, die, uh, die in zijn boeken, De geschiedenis van de mankind en de future of mankind, uh, History and Future. Die eigenlijk zegt: We hebben al heel veel overwonnen, honger, oorlog enzovoort. En de echte problemen zijn human enhancement, dus het oppimpen op van de mens via technologie, de onsterfelijkheid, het streven naar onsterfelijkheid enzovoort. Dus het is. En. Uh, en, en die pleit voor een transhumanisme. Ja, man, die, eigenlijk. Die op een, in, op een uh, moeilijke manier heel neutraal draagt te blijven. Uh, maar terecht hebben Matthias de Smet en anderen nu besloten om hem uh, ergens te positioneren als een voorstander van die ontwikkelingen. En gaan zij in gesprek? En dat is een Zie je dat dan anders? Zie ik Zie, dat. Ja, of ben je dan milder voor Harari? Uh, ik vind dat iemand die op de vlakte tracht te blijven, uh, in belangrijke gesprekken vaak onderuit gaat. Dat is niet mogelijk. Hè? En ik denk dat Harari dat heel goed kon, onder meer omdat hij veel mediteert en bedachtzaam is. Maar dat je in zo'n debatten uh, op een of andere manier ooit kleur moet bekennen. Nu vind ik een, dus ik, pff, ik, vind zijn koudheid, zijn koelheid, zijn afstand, vond ik intrigerend, maar dat roept natuurlijk reactie op en mensen willen positiebepaling en niet alleen de grote inzichten van een mediterende historicus ergens in Israël. Hè. Ze willen ze willen richting. Dus ik vind dat niet erg om van Matthias de Smit en, en Kariane Boers, om, 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 daarin, om daarin een echt debatsituatie, euh, zoals een schaakspel, mijn tegenstander te creëren en het gesprek aan te gaan met Harari. Want ik denk dat Harari op een goede manier die problemen op de agenda heeft gezet. Het zijn hè, dus, euh, die links-rechts tegenstellingen en vroeger die blijven actueel. Dat gaat over de rol van en de overheid enzovoort. Hè. Maar uh, dat gaat over hoe groot mag onze overheid zijn, hoeveel belastingen betalen we. Maar daarmee hebben we een heleboel debatten niet gezien, zoals de ecologie enzovoort. Maar nu ook hè, die verleidingen van de technologie. En uh, een van die verleidingen was dus uh, die, die vaccinatie, duidelijk. Hè, dat was uh, uh, toch een, um, een enorme vertrouwen op dat instrument. Uh, dat vragen oproept dat iedereen die vertrouwd is. En op een universitair vlak zou eigenlijk elke universiteit daarmee vertrouwd moeten zijn met de wetenschap, dat wetenschap feilbaar is mm -hmm. en zijn beperkingen heeft. En plots komt daar een, een discours van uh, optimisme, van uh, kritiekloze aanvaarding van een technologie die in snelheid is ontwikkeld. Uh, met niet de minste verdedigers, dus dit boekje vaccineren, hè, is geschreven door twee mensen verbonden aan SCEPT. En dus je krijgt een, een boekje met een voorwoord van iemand van de VUB die dat allemaal prachtig vindt. Dirk De Vroei, kandidaat-rector van de VUB, die dat allemaal prachtig vindt. Maar geen enkele rimpel twijfel bij dat vaccinatieverhaal. En ik denk dat... En ook bij de zorgen die leven bij de mensen over dat vaccineren. En voor mij is het evident gaan de zorgen niet alleen over de korte en middellange termijneffecten van een vaccin dat niet voldoende getest is, maar het gaat ook over natuurlijke immuniteit en over welke toekomst willen wij voor de mens. Hè? En wat is er verkeerd met die natuurlijke immuniteit die toch goed blijft blijkt te functioneren, tenzij in uitzonderlijke gevallen. En dus het de debat sluimert al bij het griepvaccin. Hè? Dus ons lichaam... Is bij vele mensen in staat om, om met een griep om te gaan. En, uh, en vandaar ook dat we dat niet verplicht stellen. We kunnen het aanbevelen aan risicogroepen, maar dat vraagt dan natuurlijk nadere wetenschappelijke uh, bewijsvoering over het nut en over de effectiviteit van die vaccins enzovoort. En we weten dan dat bij die griepvaccins er een zekere effectiviteit is bij risicogroepen, maar dat het vaccin sowieso altijd achterloopt omdat het virus muteert enzovoort. enzovoort. Eigenlijk zit, daar, zit die, dat inzicht in de beperkingen van sommige vaccins hè, euh, euh, eigenlijk al duidelijk genoeg in de wetgeving. Nu, sommige vaccinatiemensen zitten echt fout en zij gaan één ja of nee antwoord bedenken voor alle vaccins. Wat ik absoluut onnauwkeurig vind. Niet elk virus muteert, hè? niet elk virus treft dezelfde groep. Er zijn virussen die jongeren uh, treffen, er zijn virussen die baby's treffen, er zijn virussen die oudere mensen treffen. Dus die risico-identificatie loopt anders. En voor mij lijkt het een correcte stelling dat we met al onze rationaliteit goed nakijken voor elk virus apart hoe we het geven, of we het geven, of we het verplicht maken, in welke dosis, op welke leeftijd, enzovoort. En dat we daarin een ruime, zeer ruime stem geven aan het recht op zelfbeschikking van de mensen. Ja. Uh, en dat uh, omhelst ook juridisch een recht om domme dingen te doen. Een recht om voor religies om te zeggen, ik, ik, uh, ik, ik, ik laat geen enkel vaccin toe. He, dat dus, uh, en uh, we vinden die dingen natuurlijk bij bepaalde religieuze belten, he, uh, gemeenschappen in Amerika, in Nederland enzovoort, maar in lichtere vorm ook bij de antroposofen enzovoort, zijn de religieuze bezwaren tegen die technologie. We kunnen die weglachen vanuit een, um, een wetenschappelijk oogpunt, maar dan zijn we wel bezig met een grondwettelijk beschermd recht op een eigen levensbeschouwing en op zelfbeschikking weg te lachen. Dus mijn, mijn voorstel is om daar niet te honen te zijn. En men, ik vind dat de mensen van SCEP iets, uh, uh, iets te weinig uh, respectvol omgaan met levensbeschouwelijke uh, bedenkingen van mensen en vanuit een nogal echt uh, instrumentele kijk op wetenschap en technologie uh, oordelen maken. Um, en dus zo'n boekje vind ik eigenlijk absoluut waardeloos. Mm -hmm. um, en het, het spijt me, Marleen Finulst en Wietse Wiels en Dirk de Vroei, dat jullie daaraan jullie naam hebben opgezet, want ik denk dat het ook niet de volledige boodschap is, het vaccinatieverhaal is moeilijk ook juridisch. Hè? Ja, wij hebben geluisterd naar de medici, naar de virologen en naar anderen. In Europa is het verplicht vaccineren absolute uitzondering. Ja. En, uh, en in Europa wordt het dan ook niet veel gedaan. Dus om zomaar... De polio is trouwens in België ingevoerd. Karianne Boer heeft erover geschreven via een koninklijk besluit. Een echt parlementair debat is daar nooit geweest. Ja. Dus de regel blijft... Zelfbeschikking. De regel blijft dat mensen... Zich informeren en zelf in overleg met de huisarts of anderen, luisteren naar overheidsaanbevelingen als die nodig zijn, een keuze maken. En, en dat is een correcte regel die ook uh, uh, veel meer klaarheid schept in de verantwoordelijkheden. Want als er vaccinatieschade optreedt en het vaccin is verplicht, dan moet de overheid die, uh, die, die schade dekken. En heel mooi is dat bijvoorbeeld Zweden, opnieuw Zweden. Een wet heeft gestemd uh, voor het uh, vergoeden van vaccinatieschade, die niet door de verzekeringen wordt gedekt. Dus een bijkomende vergoeding met een milde bewijslast voor de mensen om aan te tonen dat hun vaccinatieschade het gevolg is van dat vaccin. Ja? Nu, Zweden heeft nooit erg hard gepusht, indirect of direct, tot vaccinatie. Ze hebben wel een, een pro-vaccinatiebeleid ontwikkeld, maar het CST, de coronapas, is in Zweden nooit. Toegepast, op korte periode wel, maar nooit als dwangmiddel om mensen aan te zetten, zoals in Italië, maar toch ook uh, in België, uh, om mensen tot vaccinatie aan te zetten. Maar toch gaat die overheid, die resoluut is gaan staan voor een beleid van vaccinatie, toch gaat zij, neemt zij haar verantwoordelijkheid en, en, en creëert zij een schadevergoedingregel. Dat vind ik nu correct en dat is ook nog een reden om uh, naar Zweden te gaan kijken, want ik denk. Als we helderheid hebben over de schadevergoedingen, dat het wetenschappelijk en maatschappelijk debat over vaccinatieschade plots veel makkelijker zal verlopen. Mm -hmm. Iedereen nijpt nu de billen dicht uit schrik voor schadevergoeding. En de overheid gaat trachten te doen geloven dat de vaccinatie genomen door de Belgen in het voorbije jaar allemaal berusten op geïnformeerde eigen beslissingen van de betrokkenen. Ja? Nu, door het wegtrekken van de eerste lijn, door het niet vaccineren door de huisarts, maar door anderen, door het niet op poten zetten van een adequate rapportageprocedure, uh, uh, is dat allemaal flauw en flets. En moet de overheid haar verantwoordelijkheid nemen? Er is indirect een politiek gevoerd van vaccinatiedrang en soms zelfs dwang. Milder dan in de buurlanden, milder dan in Italië. Maar de, uh, dat debat over die vaccinatieschade, dat niemand verbond, verwondert, hè, zou in overweging moeten genomen worden. En in de Zweedse evaluatierapporten en uh, aanbevelingspraktijk wordt ten andere uh, de aanbeveling aan jongeren om zich te laten vaccineren is ingetrokken wegens de fenomenen van hartklachten bij jongeren, in het bijzonder bij jongens. Dus Zweden heeft geen enkel probleem om met in, voortschrijdend inzicht. Uh, de, te durven suggereren dat er een, een, een probleem is met de gezondheidseffecten van die vaccins, ook al wezen het beperkt. Mm. Dus dat is een, ik noem dat correcte um, beleidsvoering, good governance. En dus vandaar dat ik zo lang bij Zweden stilsta. Maar um, waar ik dan nu naartoe ga, is eigenlijk um, naar een nadenken over wat dat die mensen verenigd heeft op die, op die betogingen. En te veel wordt gezegd dat er geen rode draad is, een naïviteit, extreemrechtse op, opruiende bewegingen mensen hebben. Maar ik heb dat nooit gezien. Ik heb allemaal mensen gezien met wie ik wel degelijk iets deelde, die wel degelijk bezorgd waren over belangrijke onderwerpen en die in politiek dakloos waren. Die niet gesteund werden door de politieke partijen die koudwatervrees hadden. En ik denk, en het Berthe Munch zijn boek heeft mij daar op het juiste spoor gezet, ik denk dat mensen die voorzichtig zijn met technologie, of die voorzichtig worden door technologie, door ervaringen bij familieleden enzovoort, dat die mensen um, uh, een, uh, een, uh, een, uh, wel degelijk iets delen, en dat je dat ook levensbeschouwelijk kan vatten. Dat je, wat is een levensbeschouwing? Een levensbeschouwing is bij uitstek een, een, een aanname. En het gaat over aannames. Boudry, de Keulaar en de mensen uh, die ik juist geciteerd heb achter het boekje van Vaccineren, nemen aan dat dus de mens in staat is om prachtige technologieën te creëren die geen enkele nevenschade veroorzaakt. Dus er is een aanname dat de natuurlijke architectuur... Er is een optimisme, dat is, de aanname zit in het optimisme, over het vervangen door de, de, de natuurlijke architectuur door de menselijke architectuur. Nu, de aanname van die mensen op die betogingen is juist dat we daar niet te snel van moeten overtuigd zijn dat die menselijke architectuur beter is dan de natuurlijke en dat we daar juist heel voorzichtig in kunnen zijn. Mm -hmm. En ik denk um, dat dat een, um, een gevoel is dat in vele dossiers terugkomt. He, dus het, um, en Boudry lacht uitdrukkelijk weg heel de beweging tegen uh, genetisch ge gewijzigd voedsel. Um, en vermeld ook dat Amnesty International en andere bewegingen nu hebben moeten toegeven met de staart tussen de benen. Dat er eigenlijk geen probleem is. Maar ik kan toch begrijpen dat mensen voorzichtig zijn en op zijn minst die transparantie willen over welke producten eten. En dat zit natuurlijk bij die eigen verantwoordelijkheid en die zelfbeschikking. En dat zijn belangrijke humanistische waarden. Dus ik heb het nooit begrepen waar, uh, waarom al die. Al die traditionele partijen die rond uh, eigen verantwoordelijkheid en zelfbeschikking zo, zo veel uh, zo uh, zo opgeven, dat, waar waren die in de voorbije twee jaren? Dus daar is daar toch... En ik denk dat het te maken heeft met het, uh, uh, onze relatie met technologie. Technologie is geen wetenschap, hè, er is wel zo'n verschil. Technologie is een artefact. Wetenschap is kennis die uh, op een andere manier uh, is een bepaalde vorm van gecontroleerde kennis. En dus ik denk dat het daar zit. En uh, de kritiek van Matthias de Smit, Carianne Boer en anderen op het transhumanisme zit daar. He, dus ja. een, uh, willen we 150 jaar worden? Uh, willen we elke pijn vermijden? Uh, gaan we verstandaard voor keizersneden zonder verdovingen bij bevallingen of niet? Uh, of gaan we natuurlijk bevallen? Belangrijke zaken. Uh, welke gaan we. Uh, uh, voor de mens verbeteren? Gaan we de mens uh, connecteren met de, de macht van data analyserende AI's enzovoort? Dat zijn allemaal openliggende vragen die razendsnel op ons afkomen. Ja. En daarvoor heb je een tekst geschreven? Ja, ik heb, uh, ik, heb, uh, ik heb vanuit mijn eigen juridische activiteit de nood gevoeld om uh, mee te werken aan aan een meer coherent verhaal rond de, de COVID-critische ontwikkelingen die ik zag, maar ook andere, hè, dus uh, controle op de voedsel, op de op de voedselketting enzovoort, see, reken ik daar ook toe. En dat is omdat het Europees Hof eist dat elk land dat verplicht vaccineert een medische exceptie creëert, een religieuze exceptie, maar breder ook een levensbeschouwelijke exceptie. Mm -hmm. En dus vooral de mensen die geen medische exceptie kunnen inroepen en die vragen hebben bij vaccinatie, vooral de mensen die geen religieuze exceptie kunnen inroepen, is er een probleem. Dus hoe, hoe kunnen zij geloofwaardig een levensbeschouwelijke exceptie inroepen? En het Hof eist daarbij een aantal zaken. Dat bewijs, dus anders gezegd. Mensen die vragen hebben bij de relatie natuur-mens-technologie-mens, ja, en die, uh, die vragen stellen niet vanuit een getuige van Jehova of antroposofisch perspectief of enig ander religieus perspectief. Ja, hoe nemen we die ernstig? En ze worden niet ernstig genomen. En het Europees Hof vindt dat we die wel ernstig moeten nemen en dat het mogelijk moet zijn om nee te kunnen zeggen tegen een medische ingreep zoals vaccinatie, ook wanneer... Het, wanneer er niet religieuze, doch levensbeschouwelijke uh, bezwaren worden gemaakt. En die moeten aan uh, een aantal voorwaarden voldoen, maar het bewijs mag niet onmogelijk zijn. En dus de grote analogie is pacifisme. Ja, denk aan het Belgisch systeem en op een Blackbox interview heb ik met uh, Flavio uh, een anderhalf uur over dat thema mogen babbelen. Maar het moet dus mogelijk zijn, ook voor de mensen die nu in de wetgeving op de... Verplichte vaccinatie in de zorg levensbeschouwelijke bezwaren hebben, moet mogelijk zijn voor een of andere overheidsinstantie. Kenbaar te maken dat je uh, op een geloofwaardige wijze daartegen bent. Want het Hof eist wel dat het coherent is, krachtig en ernstig. Een aantal van de trefwoorden. Dus voor mij was dan als jurist de opdracht van hoe doen mensen dat? Hoe gaan zij aantonen dat zij krachtig, ernstige en. Uh, serieuze levensbeschouwelijke bezwaren hebben ter, als ze niet binnen de antroposofische gemeenschap opereren. Of als ze niet binnen de getuigen van Jehova gemeenschap of een heel ander protestantse gemeenschap functioneren uh, waarin die bewijsvoering veel gemakkelijker is. Mm -hmm. En dus daar ligt, een daar ligt een opdracht. En gewoon zeggen, ja, maar ik heb meegedaan aan de grote betoging van januari uh, vorig jaar, dat is niet genoeg. Hè. Dus we moeten daar... Uh, uh, Voortgang in maken, en ik denk dat die denkwerk, verricht door de wetenschapsfilosofen, ons toelaat die voortgang te maken. En dan komen we uit bij uh, het humanisme. Het is aan ons, mens, om die voortgang te maken en om vorm te geven aan die overtuigingen die we hebben. Ik denk dat dat de essentie is van het humanisme: de mens centraal. En de vaststelling is dat dat humanisme uh, geen een veelgepluimde gemeenschap is. Met heel veel pluimages. En uh, met, met, met soms op sommige punten conflicterende pluimages. En bijvoorbeeld, we spreken van het transhumanisme. He, dus iedereen denkt dan aan die een trans, maar ik zie dan vooral dat woord humanisme. En als je de geschiedenis bekijkt van het humanisme, en die vind je bijvoorbeeld mooi in dit uh, boekje over humanisme, uitgezet door uh, twee Nederlandse auteurs, uh, we zullen de referentie wel geven. Ja, zeker. Maar dan zie je uh, dat er uh, meerdere beginselenverklaringen doorheen de geschiedenis zijn gemaakt over wat is het humanisme en dat in functie van de tijdgeest die verandert altijd andere klemtonen werden gelegd. En zo is er in 2000 nog een, een, een humanistisch pamflet vanuit Amerika geschreven, Humanisme 2000, waarin een groot geloof wordt uitgesproken ten aanzien van de wetenschap. Ja, dus dat zit erin, bij die, hè, terwijl in 1970 was het een groot geloof in de mensenrechten. Dus elk van die verklaringen uh, gaat werken aan eigen accenten in functie van de tijdgeest. Nu, onze tijdgeest is er een van uh, uh, een milieucrisis, klimaatsveranderingen voor sommige grote ontwikkelingen waar de mens een, een, een verantwoordelijkheid heeft. Um, en, um, maar ook van die, die vragen die, die technologie op, 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 uh, opwerpt, uh, zoals beschreven door Harari. Wat willen we met de mens? Welke mens willen we? Hoe oud moet die mens worden? Uh, moet hij zich, uh, kan hij nog rekenen op zijn eigen immuniteit en op de, de door de natuur gegeven architectuur? Of moeten we stevast gaan zoeken voor een andere menselijk gemaakte architectuur? Dus, die vragen nu verdienen het volgens mij om uitgediept te worden. En, uh, ik, en die uitdieping gebeurt uh, permanent. Hè. Dus we hebben hier uit Utrecht uh, Floris van den Berg, die een, het, het ecologisch denken binnen het humanisme heeft willen uitdiepen. Geen evidentie, want als je de mens centraal zet, is de natuur ondergeschikt om die mens die centraal staat te dienen. En, en dan heb je dit soort filosofen en moraalfilosofen die dan een nieuwe vorm geven aan het humanisme en een, een bij, bijsturing van dat humanisme bepleiten om juist die ecologische zorg binnen te brengen. En wat ik nu denk is dat we uh, lessen moeten trekken uit die Harari-discussie die, uh, die begonnen is, maar ook uit die pandemie. En uh, ik heb dan ook in Blackbox op, opgeroepen om, om een vorm te geven aan zo'n levensbeschouwing en ik denk dat het een humanistische levensbeschouwing is. We zullen... Zelf vorm moeten geven aan die overtuigingen. En ik heb toen gezegd: Ik heb er nog geen naam voor. En dat hebben we dan. Uh, Paul Neutenboom is een uh, softwareontwikkelaar die uh, in Nederland uh, heel succesvol Die van een iets vroeger uh, op pensioen is gegaan, wegens zijn succesvolle carrière, heeft mij toen benaderd naar na die blackbox. Uh, uh, en die zei: Wat bedoel je nu eigenlijk? Zeg het nu eens, want het houdt daar te veel achter de tong. Uh, en dan hebben we samen vorm gegeven aan dat idee van natuurhumanisme, want dat is het eigenlijk. Tegenover het transhumanisme plaatsen wij het natuurhumanisme. En binnen dat natuurhumanisme bepleiten wij juist een grote voorzichtigheid voor juist het omgaan met die technologie, waarbij we niet vervallen in technologie-pessimisme, maar juist wel een rem zetten op technologie-optimisme. En, en, en onder meer... Uh, in naam van het voorzorgsbeginsel uh, bepleiten dat we uh, uh, de natuurlijke architectuur niet te snel ver vervangen door de menselijke arch architectuur en uh, dat we daar zeker zelfbeschikking een grote rol geven en ik denk dat er een coherente ik heb het op een website gezet en die website uh, die, uh, bestaat al maar het is nog prematuur het is ook maar een pamflet het is aan moraalfilosofen om te kijken of dat een interessante piste is. Ik denk dat het sowieso belangrijk is dat het humanisme, maar ook alle, alle, religi alle religies, nadenken over die pandemie. Dat is ook de boodschap geweest van Ronald Meester in Nederland. Waar blijven de religies, waar blijven de levensbeschouwingen in dat pandemie-debat? Hebben we de kerk gehoord? Nee, we hebben ze niet gehoord. Hebben we de vrijzinnigheid gehoord? Ja, pro vaccinatie heb ik, ze, heb ik ze gehoord, want ik zit in vrijzinnige middens. Uh, en Dirk de Vrooi ook. Uh, dus die waren nogal eensstemmig in één richting. Maar is dat alles dat het de vrijzinnigheid te zeggen heeft? Is de vrijzinnigheid niet bij uitstek een, um, een centrum, uh, een, een levensbeschouwelijke stroming waarin zelfbeschikking uh, centraal staat. In het abortusdebat zeker. Maar in dat pandemiedebat heb ik dat, die zelfbeschikking gemist. En dus inderdaad zijn we nu begonnen met een, 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 een we hebben dat, dat idee van dat natuurhumanisme um, uitgewerkt op natu naturehumanism.org mm -hmm. We hebben het in het Nederlands gedaan, maar we werken aan een Engelse vertaling maar we hopen vooral dat het mee vorm geeft aan het gevoel van de mensen in de voorbije jaren dat ze wel degelijk met iets ernstigs bezig waren waar ze respect voor moeten kunnen vragen. In naam van de levensbeschouwelijke diversiteit. En ik, ik zie dat niet als een nieuwe religie. Uh, ik zie dat ook niet als een, wat ze in het Engels noemen, een comprehensive worldview, een allesomvattende levensbeschouwing. Ik mag opnieuw de analogie met het pacifisme. Je kon vroeger dienst, uh, militaire dienst weigeren, ook al of je nu rechts, links, gelovig of niet gelovig was. Dus het pacifisme diende zich aan als een, een levensbeschouwelijk standpunt dat een, 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 uh, niet allesomvattend was, maar eigenlijk zeer uh, specifiek focuste op één uh, vraagpunt. En ik denk dat het natuurhumanisme, zeker uh, in de vroege ontwikkelings die ik zie, uh, ook niet meer, moet ambitie, uh, moet, 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 niet meer ambitie moet hebben dan, dan, dan uh, meta abstraction niveau. En het, en het is volgens mij verzoenbaar met heel veel religieuze uh, intuities. En het, het, het wil rechts of nog links zijn, religieus of niet religieus, maar vormgeven aan die zorg voor die menselijke overmoed die van alle tijden is en die al, uh, die, uh, al in veel literatuur aan bod is gekomen, ook in de Griekse tragedies natuurlijk, die draaien allemaal rond menselijke overmoed. En het kan geen kwaad om, om juist als mens terug te grijpen naar die belangrijke zorg om ons te beschermen tegen menselijke overmoed, uh, die ik mis en ik in het bijzonder en ik deel mijn lieve Annemans, het van metafaan vaccineren van jongeren en zeker kinderen, terwijl die één, niet hebben geleden statistisch, nul onder dat virus, en twee perfect in staat zijn om dat virus te, uh, te overwinnen op een natuurlijke manier, dat heeft mij zorgen gebaard. En de nonchalance waarmee zonder wetenschappelijk bewijs is overgegaan tot kindervaccinatie, heeft bij mij veel vragen opgeroepen. Mm -hmm. Waar was het voorzorgsbeginsel? Hè? Waar zijn alle uitspraken uh, over wetenschappelijke onzekerheid en het gevolg te geven aan wetenschappelijke onzekerheid? En dus die, uh, wat we hier eigenlijk doen, uh, en anderen ook, is gewoon herinneren aan die voorzichtige component in die menselijke geschiedenis, die waarschuwt tegen hoogmoed. Hoogmoed op alle terreinen, ook hoogmoed. Denk aan ik kan dus het vliegen met technologie naar de hemel. Het is geen, er is geen, betere, uh, geen beter beeld mogelijk over wat ons vandaag overkomt. En ik, uh, dus ik verwacht eigenlijk dat mensen uh, zelf vormgeven aan hun eigen uh, uh, overtuigingen. Uh, ik wens dat ook niet te verkopen, want ik heb dat, dat woordje natuurhumanisme. Maar het kan niet zijn dat je ten strijde trekt tegen het transhumanisme. Maar niet direct in staat bent een eigen naam te geven aan jouw zorgen. Ja. Daar moeten we voorbij. En dat is dus niet rechts links, dat heeft daar niks mee te maken. Dat is ook niet gelovig, niet geloven, heeft daar niks mee te maken. Delen wij met elkaar de zorg voor de toekomst van de mensheid in het licht van die technologie en zijn optimisme en zijn verblinding bij velen. Dat delen we. Want ik heb de tekst gelezen, ik vond hem supersterk en ik onderschrijf het ook helemaal. wat moet er nog gebeuren voordat iemand dit ooit kan inroepen voor een rechtbank, moest er in de toekomst een bepaald vaccin verplicht worden? Is dat voldoende dat op een website staat en dat, dat je dat dan aanhaalt? Of wanneer, waar gaan de rechten rekening mee houden? Steven. Ik stel altijd wel nee, lastige vragen. Blijkt, nee, nee maar, jij stelt geen lastige vragen, ah, jij stelt concrete vragen. Ah, doe mij nadenken over... Uh, iemand die mij vraagt hoe werkt jouw nieuwe stofzuiger? En dan zit ik ook te kijken: van oh, saai he, die wereld. Uh, in ieder geval, dit is een kleine bijdrage aan iets dat moet groeien. Ja. Vanuit, vanuit een gedeelde zorg door Paul en Paul, maar die niks voorstellen. Wij zijn geen moraalfilosofen, uh, wij zijn geen uh, humanistische uh, leiders of, of iets dergelijks. Uh, als dat nu überhaupt al mogelijk is binnen het humanisme om je leider te noemen. Dit moet ontwikkeld worden, maar ik denk het is een, een rappel van de, de brandstoffen die we hebben om te waarschuwen tegen technologieoptimisme. Als je bijvoorbeeld de verklaring van Rio leest van 1992, geschreven met een zorg voor de natuur, dan komen daar belangrijke klemtonen en trefwoorden terug die uh, volgens mij vandaag opnieuw moeten uitgesproken worden. Zorg voor de natuur, een holistische relatie aangaan met die natuur. We hebben die natuur nodig, niet om ze te exploiteren. En, een, een bedenkingen bij technologie en bij, ook bij niet duurzame producten enzovoort. En ik denk, hè, want waar ik, ik zie op een natuurlijke wijze op Blackbox en andere media een, uh, veel aandacht voor de boerenbeweging. Mm -hmm. hè? En dan lees ik in de kranten: De Morgen, De Knaak, De Standaard. Ja, dat is de hoefijzertheorie. Dat zijn allemaal extremistische, slecht geïnformeerde bewegingen. En die vinden elkaar in onvrede. Dus dat is altijd zo. En dan kan iedereen rustig verder de boel negeren, denk ik dan. Want je neemt dat dan niet ernstig. Wat ik denk is dat daar veel meer aan de hand is. En dat die zorg voor een overzienbare productie van onze voeding. Dat dat perfect past bij een zorg voor zelfbeschikking en voorzichtigheid met het toedienen en gebruik van technologie richting gezondheid. Dus daar is, een, daar is een, juist een, een humanistisch streven voor controle. Kunnen we dit niet zelf? Kan ik dit niet zelf? Kan mijn baby dit niet zelf? Kan ik niet zelf zorgen voor de voeding? En, en dat laat dan ook toe om. In de auto te stappen en met de boer afspraken te gaan maken. Dus bijvoorbeeld in die, um, in die, in die beweging naar een kortere change, kortere kettingen, hè, zie ik, uh, uh, zie ik uh, een belangrijke uh, zorg voor beheersbaarheid van processen, natuurlijke processen, zoals het zorgen voor voeding. Um, en opnieuw. He, dus, en dat is een brede beweging. Als ik één leidraad zie vandaag, in vele kritieken, dan is het... Uh, uh, we kunnen die globaliseerde wereld niet meer controleren. En we weten ook niet meer wie en wat we kunnen vertrouwen. En die oorlog in Oekraïne heeft ons ook leren le uh, inzien dat, dat een aantal van die globaliserende logistieke operaties dat er absoluut geen betekenisvolle operaties zijn. We kunnen nog spreken over een een eerlijke verdeling van de rijkdom in de wereld. Maar iets anders is recht op eigen boeren. Recht op eigen landbouw. Recht en op landbouw die we vorm kunnen geven in, de, in een door ons gewenste richting. Nu, dat zit een, een beetje... Dit vond ik een prachtig boek, van Society 4.0. Dus van een, een hoogleraar, Bob de Wit, die ook in België al is komen spreken. En, en ik heb hem ook hier... In deze uitzending mogen aanhoren. Um, bij Bob zie je een, eenzelfde zorg voor een wereld die, um, waarin de mens centraal staat, de kerngedachte van dat humanisme. En dus ook waarin een zeker controleerbaar is. En dat leidt in, in bijna alle gevallen die ik tegenkom vandaag, tot het terugschalen van dingen op een menscontrolerend, mensoverzichtelijk niveau. Nu, Bob is, is wel degelijk. Uh, soms heel optimistisch over technologie. Hè? En in die zin is dat een heel ander project dan ik. Hè? En hij gelooft in bitcoins en hij gelooft in het vermogen om decentrale netwerken in te schakelen om Big Tech overbodig te maken. En, en dat is fijn. Er zijn mensen... Mensen mogen optimistisch zijn en blij zijn. Het zijn vooral mannen trouwens over technologie-speeltjes. En ze mogen ook geloven dat die dingen enorm veel maatschappelijke verandering toelaten. Hè? Dus daar heb ik... Uh, uh, en dat vind ik maar uh, dat, uh, er zijn in de wereld ook mensen die voorzichtiger zijn die niet onmiddellijk heel hun geluk koppelen aan de miniat miniaturisering van technologie en de, en de decentralisatie uh, dus maar, uh, daar zijn dus raakpunten, en ik geloof dan ook dat zo'n beweging als die van Society 4.0 uh, zich zou kunnen herkennen in die, in die tekst rond het natuurhumanisme op verschillende punten en uh, uh, Bob de Wit heeft trouwens prachtig werk gedaan rond een samenleving die op modellen is gebaseerd. Hij is als een van de eersten in discussie gegaan op die samenleving waar politici niet meer kijken, maar laten berekenen door rekenaars die afkomen met uh, op aanname gebaseerde rekensommen. En dan krijg je een vorm van modellenbouw en beleidsontwikkeling die volledig boven de hoofden van de mens gaat. En ik denk dat dat ook het probleem is geweest met die sluiting van die honderd bedrijven, boerenbedrijven in België. Men is niet het gesprek aangegaan met die boeren. Men heeft uh, niet samen iets gecreëerd. Men heeft op een gegeven moment gezegd, er is te weinig gebeurd. De honderd zwaarste statistisch, die gaan we sluiten. Eerst waren er 200 en dan 100. Maar dat vind ik geen manier van beleid voeren. En dus een beleid uh, vraagt, er is zo'n populaire gedachte dat beleid evidence-based moet zijn. En dat wordt dan vertaald in ontwikkeld scenario's en modellen. Ja. Maar de discussie over de aannames van die modellen moet kunnen gevoerd worden. En dat is iets dat de wetenschapsfilosofen weten. En uh, Bert de Munch schrijft daarover veel zaken. We zijn in die pandemiestrijd van dat Zweedse voorbeeld weggekoerst, uit, uh, aangejaagd door modellenbouwers met hun eigen angsten. Ja. En dus dat wil dus zeggen, wat is het verschil tussen de Zweden en wij Volgens mij is dat niet dat ze minder knuffelen. Volgens mij is dat niet dat ze meer sport doen. Volgens mij is dat niet dat ze uh, langere afstanden hebben. Wat schrijft de, de Keulaar allemaal? Zweden heeft minder mobiliteit, want de afstanden zijn groter tussen die stedelijke centra. En uh, wij hebben allemaal files. Oké, okay, dat werd er dan ook nog bij gehad, maar zo gaat het niet. We geweld, uh, en, dus, voilà. Ik denk dat daar uh, dat ook Bob De Wit... Op punten kunnen we enthousiast zijn over nieuwe technologische ontwikkelingen, maar een eenvoudige opdracht om realistisch en voorzichtig te om te gaan in het licht van die natuurlijke architectuur, die toch prachtig complex is en blijft verbazen, dat lijkt mij een, een belangrijke leidraad. En hoe dat natuurhumanisme nu kan bijdragen aan een, vac uh, een vaccinatie-levensbeschouwelijke weigering. <laughs> wel, ik denk dat het op zijn manier, op zijn abstractieniveau, mocht het opgepikt worden, kan bijdragen. Mm -hmm. En dus uh, het Europees Hof voor de Mensenrechten heeft daar een heel belangrijk signaal gegeven dat onze minister van Volksgezondheid niet gezien heeft. En de Raad van State heeft daar opmerkingen over gemaakt. Je hebt nog wel eens mooi uitgelegd in... Uh... Ja. In het parlement ja. eerder dit jaar. Ah, wel via een zoomcall als ik het ja. ja, wel, ik heb in het voorbije jaar. toen het parlement terug begon te werken. geloofde ik in het parlement en in de regering veel minder. Hè. Dus uh, die, uh, dat parlement heeft prachtige hoorzittingen georganiseerd. En ik heb Fabrika kunnen uitleggen. En het signaal is opgepikt, op, of, of die, die arresten zijn gelezen. In de door Van den Broeken gestemde wet is van die levensbeschouwelijke exceptie geen sprake. Maar het spreekt vanzelf dat hij niet voorbij zo'n Europees arrest kan. En dus de wetgever heeft het niet gezien, heeft het niet ingebouwd in de wet. Maar dat neemt niet weg dat de rechter, geconfronteerd met levensbeschouwelijke exceptie, op een of andere manier rekening moet houden met Fabrica. Mm -hmm. Nu is het heel onverstandig van de wetgever om die procedure niet uit te bouwen. Het water was nog te diep. En uh, ze is in vele landen nog niet uitgebouwd. Hè? Nu heb ik wel gehoord dat uh, je voor de Verenigde Staten in te reizen uh, niet alleen een medische exceptie kan inroepen tegen de verplichting om gevaccineerd, maar ook een levensbeschouwelijke exceptie. Dus daar is daar wat werk te doen voor onze juristen om die levensbeschouwelijke exceptie verder uit te bouwen. En wie weet, een nieuwe overheidsdienst te creëren of een onafhankelijke dienst die kan nagaan of die ingeroepen excepties uh, uh, ernstig serieus. Uh, en wat waren de twee andere trefwoorden? ben ze al vergeten. Ze gingen allemaal in dezelfde richting. Coherent was een derde. Genoeg zijn. Maar opnieuw, het Europees Hof heeft gezegd, het, mag, het moet bewijsbaar zijn. Hm. En dus zelf ben ik geëvolueerd. Ik heb uh, de laatste jaren meer nagedacht over vrijheid van meningsuiting. Over vrijheid van levensbeschouwelijke vrijheid dan over privacyvrijheid. Ik denk dat de beide belangrijk zijn. Maar we hebben te weinig zorg gedragen voor... Ik heb veel over privacy gelezen. Zelfs Boudry en de Keulaar hebben een privacygevoeligheid... die ik overtuigend vind. Maar wat helemaal is weggelachen... is de vrijheid van meningsuiting. En dat is een complexe. Er is daar inderdaad desinformatie. Je kan zich afvragen van welke kanten. Er is daar ook... Uh, er zijn een aantal praktijken, zoals deepfakes enzovoort, die echt schreeuwen om verbodsbepalingen en gezond verstandsregels. Ik vind dat er uh, één ervan is een eenvoudige. Post geen enkele foto van iemand anders zonder toestemming van iemand anders, tenzij dit gerechtvaardigd is in het algemeen belang, omdat daar een belangrijke uh, nieuwswaarde aan zit. Denk maar aan een verkeersongeluk of een politiebrutaliteit. Dat is een heel gemakkelijke regel. We moeten gaan naar een, een organisatie van die vrijheid van meningsuiting. Door een aantal verbodsbepalingen te creëren op echt abusieve expressies. Maar zeker op de uitwisseling van ideeën, argumenten en aannames en overtuigingen. Moeten we de vrijheid van meningsuiting laten bestaan in zijn volle vitaliteit. En die komt onder druk. En die is, wordt ook onder druk gezet door mensen als truant, mensen als... Mensen in de morgen en in de standaard enzovoort, die allerlei eisen gaan stellen aan degene die de vrijheid van mening uitoefenen, Het Truant, een academicus van leven, die eigenlijk zegt, betogen mag je alleen maar als je een hele levensvisie hebt. Dat heb ik nog nooit gelezen als jurist. En wie gaat dan beslissen over welke betogingen mogen en niet? En dan zijn we in China natuurlijk beland. Maar dus ik denk dat, ik heb de voorbije twee jaar meer gezeten op die vrijheid van meningsuiting, omdat we verblind door alarmberichten over Trump, over fake information enzovoort, fake news, heel veel beperkingen van die vrijheid hebben uh, aanvaard. En ik, terecht is Rick Torfs nu aan, het, aan, aan een boek bezig over die materie. Ik denk dat daar echt de problematiek zit. Ik zie te veel uh, ongenuanceerde uitspraken over misbruiken van vrijheid van meningsuiting die mij zorgen wekken. En dus ik ben open tot elke discussie over regelgeving. Ik heb al zelf aangegeven. Dat ik met uh, opzettelijk uh, vervalste foto's en zo een groot probleem heb. Maar op het idee van de uh, uitdrukkingen, de ideeënuitwisseling, moeten we die behoeden, ook al zijn ze kwetsend, shocking enzovoort. Hè. Dat is ook een thema dat Rick Torf sinds zijn laatste kompas heeft aangehaald. Dus daar is daar uh, normaal een breed draagvlak, ook voor uh, onnozelaars. En als voor sommige mensen alle betogers onnozel zijn, of quasi onnozel, dan nog, hè, moet dat vallen onder die brede bescherming. Um, en als men, maar zo, men durft het bijna niet meer zeggen, maar men suggereert het vaak, als al die mensen met een religieus bezwaar onnozel zijn, hè, wel, onze samenleving erkent het recht om een religieuze overtuiging te hebben. En dus we moeten terug naar die oefening rond vrijheid van meningsuiting, um, in al zijn aspecten. En ik ben dan ook anders beginnen denken over uh, een aantal uh, problematieken die spelen. Mag een arts bijvoorbeeld weigeren om abortus toe te passen? Ik kom vanuit de vrijzinnigheid. Daar is uh, vanuit de vrijzinnigheid voor een, een recht op abortus uh, uh, hard gewerkt, zal ik zeggen. Uh, nu, ik vind dat dat recht op abortus is wetgevend mogelijk gemaakt en moet kunnen. Ik sta daar ook achter. Uh, als een arts het niet doet. Mm -hmm. Dan moet er doorverwezen worden. Dus die wetgeving moet doorgaan kunnen vinden. Maar ik ben wel gegroeid in mijn, uh, in mijn uh, openheid naar mensen die levensbe <laughs> levensbeschouwelijke excepties uh, naar voren schuiven. En onze tolerantie voor levensbeschouwelijke excepties is aan het verminderen. Mm. Heb ik ergens gelezen. En ik, maar daar vind ik gewoon dat nou, we een oefening moeten doen. We moeten flink zijn. Ik las laatst een interview met Wim Distelmans in samenwerking in, uh, in de Morgen. In een duo gesprek met een, een moslimarts. Ja, zegt die moslimarts, wij moslims doen niet aan euthanasie. Maar ik verwijs ze dan wel door. En dan kun je zeggen, flauw, flauw, flauw. En je kunt zeggen, niet verlicht. En je kunt zeggen, dom. En je kunt zeggen, Skep gaat u morgen een onvoldoende geven. Boudry komt, komt u de les spelen. Ik ben daarin gegroeid. Ik heb meer. Uh, uh, openheid naar allerlei soorten levensbeschouwelijke excepties, ook al mogen sommigen die dom en onnozel vinden. Ja. Ja. Dat is, uh, denk ik, een heel juiste boodschap. Maar we gaan stilgezet moeten afronden, want ik heb u eigenlijk beloofd dat ik een beetje tijd in het oog ging houden. Ik ben daar niet heel goed in geslaagd, want we zijn iets te lang bezig geweest. Maar ik denk dat het uh, interessant was om om jou te onderbreken. Uh, ik zou kijkers en luisteraars zeker uitnodigen... om uh, jouw tekst uh, of jullie tekst van het natuurhumanisme te lezen... want die is echt wel heel sterk. En ik hoop dat daar uh, anderen ook mee aan de slag gaan. Uh, want ik, ja, ik denk wel dat het, iets, dat het interessant is om, om, om verder uit te werken... en ons nog kan helpen de volgende maanden en jaren. En dan wil ik u bedanken voor dit heel fijne en ja, ja, leerrijke uh, gesprek. Uh, Dank u wel om naar hier te komen, hè? de gemeente waar je blijkbaar geboren bent, uh, mochtzel uh, En uh, ja, dan, uh, dan dank u voor dit gesprek. Ja. En ook jullie, beste kijkers en luisteraars, heel veel dank om weer om uh, gekeken en of geluisterd te hebben. Moest je deze aflevering leuk vinden, geef dan zeker een like en deel het zeker met jullie omgeving. Heel graag tot een volgende keer.